zijn een aantal onderwerpen vanuit de visie gaan bekijken van die eigenlijk door met name rechtse politieke partijen ons worden opgedrongen. Denk aan het thema migratie, een enorm actueel onderwerp op dit moment. Denk aan het thema integratie. Dat is ook nog steeds een actueel onderwerp. Daar komt nu ook bij, hè, van wat is raakvlak. Een raakvlak heeft dat zeker wel. De identiteit van Nederland. Hè, wat voor land zijn we en waar zijn we herkenbaar op? Nou, die onderwerpen, daar zie je dat eigenlijk alle politieke partijen op een andere manier zijn gaan denken en op een andere manier de maatschappij zijn gaan benaderen. En dat heeft bij mij is de omslag gekomen op het moment dat de PvdA in het kabinet Rutte 2 eigenlijk de lijn van Rutte 1, het meest rechtse kabinet wat we ooit in de geschiedenis van Nederland hebben gehad met CDA en VVD, gedoogsteun van de PVV, dat eigenlijk op die onderwerpen door werd gegaan op de koers van Rutte 1. En dat vond ik zo moeilijk, omdat mensen, met name van de PvdA, in die tijd verlangden dat ze het anders zouden gaan doen dan Rutte 1. Maar wat voor onderwerpen kregen we? We kregen strafbaarstelling, illegaliteit. We kregen nog steeds heel veel nare discussies over migratie, integratie. Waarbij zelfs een Kamerlid van de PvdA het ooit durfde om te zeggen van nou, wij moeten dit onderwerp meteen gaan benoemen, want anders gaat de PVV het doen. En ik dacht van nou, als dat motivatie is om bepaalde punten op de agenda te zetten, dan ben je volgens mij heel, heel slecht bezig. Ja, dat zegt inderdaad dat integratie en wederzijdse acceptatie een van de belangrijkste ideeën en idealen is van DENK. Yusuf Altuntas, dat is de bestuursvoorzitter van de Turks-Islamitische Stichting Mili Görüs in Noord-Nederland, die vertelde over jongeren met een migratieachtergrond dat zij continu te horen krijgen dat ze moeten integreren. Dat terwijl ze hier zijn geboren en hun hele leven al hebben gewoond. Dus het suggereert iets dat er nog veel mensen zijn die niet tevreden zijn over de integratie in Nederland. Maar tegelijkertijd reageren de jongeren op deze stellingen dat de ander hen maar moet accepteren. Dus dat suggereert weer dat ze zich wel geïntegreerd voelen. Wanneer is volgens u integratie succesvol? Ja, maar dat is denk ik een hele belangrijke vraag die je stelt. Want we hebben het heel makkelijk over integratie, maar wat is nou eigenlijk de definitie van integratie? Waar hebben we het dan over? Ja. Wanneer het proces van integratie, want ik benader het ook als een proces, wanneer is die geslaagd? En je ziet eigenlijk dat wanneer de politiek spreekt over integratie, het heel weinig gaat over de definitie van integratie. Zonder dat we een definitie hebben van integratie, zijn we al bezig met anti-integratieve elementen. Dan weten we niet eens wat integratie betekent en dan hebben we het over anti-integratief. Dus dat vind ik altijd heel interessant. Wat mij betreft gaat integratie over drie facetten. 1. Het gaat over communicatie, namelijk de taal spreken. 2. Een bijdrage leveren aan het wel en wee in Nederland. Dus hey, je bent actief op de arbeidsmarkt, je probeert je steeds bij te dragen. En 3. En dat is een hele ruime, het accepteren en het onderschrijven van de vrijheden en verworvenheden zoals we die in Nederland kennen. Zeg maar een beetje wat het CDA noemt de normen-waarden-discussie, wat de VVD noemt de vrijheden-discussie. En eigenlijk zie je eigenlijk terug bij alle politieke partijen. En ik vind het daarbij belangrijk dat we die vrijheden en verworvenheden zo interpreteren zoals we die in de grondwet hebben opgesteld. Namelijk de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie, de vrijheid van onderwijs. Dat soort vrijheden en verworvenheden, dat zou iedereen in Nederland moeten onderschrijven om te komen tot een geslaagde integratie. Ja, en u noemt inderdaad dan ook de taal en bijdrage in de Nederlandse samenleving. Hoe concreet is dat? Als in wanneer spreekt men de taal in Nederland? Ja, nou, in ieder geval zoals we nu met elkaar communiceren. Jezelf verstaanbaar kunnen maken. Hè? Dus het hoeft niet zo te zijn dat je literair en taalkundig of bij het grote nationale dicté nul fouten scoort. Maar je moet jezelf verstaanbaar kunnen maken. Je moet met elkaar kunnen communiceren. Dat is wat mij betreft een belangrijk facet. Ik denk dat dat ook een belangrijke vraag is geweest in de samenleving. Hoe kan het nou zo zijn dat mensen die in de jaren 60 en 70 hier naartoe kwamen, 50 jaar na dato nog steeds de taal niet spreken? Ik denk dat we die discussie wel achter ons kunnen laten, omdat we tegenwoordig zien dat er een groep jongeren, een nieuwe generatie is ontstaan, die gewoon heel goed weet hoe het gaat in Nederland en die uitstekend de taal spreekt. En dat vind ik nou het interessante. We hebben het nog steeds in de beeldvorming over zogenaamde mislukte integratie, terwijl je ziet
dat alle objectieve indicatoren wijzen op vooruitgang. Een betere taalbeheersing, een beter inkomensniveau, een beter opleidingsniveau. Alles gaat gewoon de goede kant op. Maar nog steeds zijn er politici met name en mensen in de samenleving die doen alsof de integratie alleen maar verkeerd aan het gaan is. En dat is absoluut niet waar. Even over die statistieken, want ik denk dat u een heel goed punt heeft. We hebben ook even gekeken naar die statistieken. Als je inderdaad kijkt naar onderwijs, zie je in de afgelopen 15 jaar zie je enorme vooruitgang. Als je kijkt naar Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, Turkse achtergrond, ook Antilliaans, Surinaams, het gaat heel goed. Als je kijkt naar werk, inderdaad veel minder tweede generatie, derde generatie migranten zijn over het algemeen veel minder afhankelijk van bijvoorbeeld een uitkering. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, volgens mij heeft u het ook al een keer zelf genoemd, naar bijvoorbeeld huwelijken, hè? Ja. Maar 10% van de Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond heeft een huwelijk met een Nederlander zonder migratieachtergrond. En als we bijvoorbeeld ook kijken naar geografische segregatie, als je bijvoorbeeld kijkt naar een stadsdeel als Amsterdam-Nieuw-West, waar dik 50% van de mensen, van de Nederlanders die daar wonen, een migratieachtergrond hebben, die niet westers is. Ja. En, ja. Als je dat vergelijkt met Amsterdam-Zuid is dat maar krap 20%. Dus we vroegen ons ook af, het gaat op heel veel onderwerpen gaat het goed. Maar hoe kan het dat het ook op een aantal echt belangrijke onderwerpen nog niet goed gaat? Dat er nog zoveel segregatie is. Ik vind het interessant. Hè? Ik vind gemengde huwelijk helemaal niet een indicator voor geslaagde integratie. Want als je gaat kijken naar huwelijk, dan staat wat mij betreft de vrijheid van partnerkeuze voorop. Uh-huh. En die vrijheid van partnerkeuze die heeft vooral te maken met het feit dat de twee partners veel met elkaar te delen hebben. En dat zie je dus ook terug wanneer bijvoorbeeld mensen die hoog opgeleid zijn, die zoeken elkaar makkelijker op dan mensen of een koppel waarvan de een hoog opgeleid is en de ander laag opgeleid. Dus je ziet dat gezamenlijke interesses, gezamenlijke achtergronden, dingen die je met elkaar kan bespreken, ertoe leiden dat mensen elkaar kiezen. En dat hoeft wat mij betreft niet per se een gemengd huwelijk te zijn. Maar als dat kan wel. Kijk, het gaat wat mij betreft om de vrijheid van partnerkeuze. En als iemand echt per se met iemand wil trouwen, dan moet die vrijheid er zijn. Nee, precies. Maar ik denk dat we allebei heel erg zijn voor die vrijheid inderdaad van partnerkeuze. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, kijk, die gemiddelde of dat soort cijfers zeggen natuurlijk wel iets. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederlanders met... Maar wat zegt dat dan? Nou, ik zal bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Als je kijkt naar Nederlanders met een Surinaamse achtergrond of een Antilliaanse achtergrond, liggen die percentages veel hoger. Liggen rond de 40%. Dus ik vraag me dan wel af, wat zijn de redenen dat... Kijk, ja. Zou dat alleen maar... Je kan natuurlijk een deel toeschrijven aan vrije partnerkeuze, maar misschien is er dan toch ook nog wel segregatie op bepaalde gebieden, toch? Nou, kijk, dat segregatie aanwezig is absoluut waar. Uh-huh. Dat zal ik ook niet betwisten. Dat zie je inderdaad terug in deze stad, maar ook in andere steden in het land. Ik denk dat we die discussie dus niet moeten vernauwen tot de discussie over de vrijheid van partnerkeuze. Dat is iets wat zich ook in de loop der jaren vanzelf zal oplossen. En als je het hebt over bijvoorbeeld mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond, dan zien we ook dat die een langere weg in Nederland hebben afgelegd dan met name de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap. Je ziet dat het aantal toeneemt en je ziet ook dat het niet hard gaat. Maar dat heeft vooral te maken, denk ik, met het feit dat mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond of met een islamitische achtergrond, ja, in de contacten die ze hebben om te komen tot uiteindelijk een huwelijk, veel meer met elkaar delen. Een aantal facetten, een aantal deelidentiteiten, namelijk het bijvoorbeeld moslim zijn, of een Turkse achtergrond hebben, of een Marokkaanse achtergrond hebben. En dat zie je ook bij hoogopgeleiden. Als je gaat kijken naar huwelijken waarvan beide partners hoogopgeleid zijn, dan zie je dat ook enorm verschilt van mensen waarvan de ene hoogopgeleid is en de andere laagopgeleid is. En daar is het geen mate van integratie. Hè? Dus die discussie, daar moeten we wat mij betreft ook heel erg op passen hoe we integratiebevorderende elementen definiëren. Ja, daar ben ik op zich wel met je eens. En als we ook kijken, u had het net over die definitie van integratie, want we dachten ook eens van, gaan we eens even kijken, wat is dat nou, hè? Integratie? Wat betekent dat woord nou eigenlijk? Dus dan, als je een beetje gaat googlen en een beetje gaat kijken in woordenboeken of zo, dan vind je definities als opname in een groter geheel, eenwording, harmonisatie, het in elkaar opgaan van verschillende groepen. En toen dachten wij, dan lijkt me het ook belangrijk dat er dus inderdaad ook veel contact is tussen die verschillende groepen in een samenleving. Je zei net al even over die huwelijken van, oké, dat komt door deelentiteiten en dat gaat zichzelf ook oplossen. Maar we vroegen ons wel af,
aangezien op een aantal vlakken die verschillen nog zo groot zijn, kunnen we dan nu wel spreken van een integratie die succesvol is? Hoe ziet u dat? Ik denk dat we zeker uitdagingen te gaan hebben. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Want ik denk dat we zeker met elkaar nog een hele weg hebben af te leggen. En dat heeft met name te maken met de manier waarop we een aantal dingen met elkaar vormgeven. En ik denk dat de grootste uitdaging voor Nederland voor de komende jaren wordt het vinden van een gemeenschappelijke identiteit. We hebben allemaal verschillende deelidentiteiten. Om het heel simpel te maken, ik ben vader, ik ben zoon. Ik heb een Turkse achtergrond, ik ben Nederlander. Dat is allemaal onderdeel van wie ik ben. En de identiteit van Nederland is eigenlijk de optelsom van 17 miljoen deelidentiteiten in Nederland. Dat gaat op één grote hoop. En wat daar eigenlijk boven hoort, of wat dat met elkaar verbindt, is wat mij betreft het Nederlanderschap. Het staatsburgerschap van het Koninkrijk der Nederlanden. Je hebt plichten en daar staan een aantal rechten tegenover. En wanneer je die plichten volbrengt, dan heb je automatisch wat mij betreft ook recht op die rechten. Maar die gemeenschappelijke identiteit, namelijk het Nederlanderschap, dat is wel iets wat we veel meer moeten bevorderen. En dat doe je niet door kinderen op de basisschool het Wilhelmus te laten opdreunen of met een bezoek aan het Rijksmuseum en dat soort dingen. Wat voor ridicule voorstellen we tegenwoordig in politiek Den Haag zien voorbij komen. Nee, het gaat echt om het versterken van het gevoel van jij bent ook Nederlander. Als we mensen gaan categoriseren als jij bent de Turk, jij bent de moslim, jij bent de Antilliaan en jij bent de Surinamer, dan komen we niet ver. Twee weken geleden was ik ook nog in de Bijlmer op een mbo-school. En ik kwam daar in de klas, 14, 15 leerlingen, en ik zeg tegen ze van... ik kreeg de vraag van, meneer, wat is uw achtergrond? Ik zeg, ik ben Nederlander. Ze staan allemaal te kijken van, nee, ik ben helemaal geen Nederlander. Maar dat betekent dus al dat kinderen van 14, 15 jaar oud op dit moment niet het gevoel hebben dat ze Nederlander zijn en dat ze daarmee eigenlijk gewoon onderdeel zijn van die gemeenschappelijke identiteit. Wij hebben van nature de behoefte om mensen te categoriseren, om mensen zeg maar in een hokje te plaatsen. En van dat hokjesdenken en van dat vakjesdenken, van die achtergrondinformatie van mensen, daar moeten we eigenlijk van af. We moeten veel meer gaan kijken wat op de voorgrond staat en wat mensen bijdragen aan de Nederlandse samenleving, in plaats van mensen categoriseren op hun achtergrond. Maar om dat categoriseren tegen te gaan, maar dan, naast die manier van communiceren, naast dat bijdragen aan de Nederlandse samenleving, naast die normen en waarden, is het toch heel belangrijk dan dat mensen met elkaar, verschillende groepen met elkaar in contact komen? Heel belangrijk. En je ziet eigenlijk ook dat wanneer je gaat kijken naar de cijfers, en daar heb je echt een heel terecht punt, dat het grootste verschil, de grootste kloof in de samenleving werd vroeger veroorzaakt door inkomensniveau, door opleidingsniveau. En tegenwoordig zie je eigenlijk in alle rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau voorbij komen dat het gaat over etnische achtergrond, wat de grootste scheidslijnen zijn in de samenleving. En een bazaal onderdeel daarvan is contact met elkaar. En ik kan me dus ook echt... Het is zelfs zo dat wanneer je gaat kijken naar de generatie voor ons, zeg maar, de 40, 50-plussers, dan waren ze meer in aanraking met elkaar. Hadden ze meer contact met elkaar. En ik zie eigenlijk dat het politieke discours vanaf 2000 de samenleving enorm aan het verdelen is. En dat zouden we eigenlijk enorm tegen moeten gaan. Dus ik ben het ermee eens dat we meer contact met elkaar moeten opzoeken. Dat we die scheidslijnen achter ons moeten laten. Maar daar hoort ook wat bij. Daar hoort ook bij assertiviteit. Daar hoort ook bij een stukje empathie. Een stukje respect hebben voor elkaar. En dat stukje respect, dat zien we echt enorm vervagen. Maar waar beginnen we dan? Wat is dan de eerste stap? Want u noemt, we moeten dichter bij elkaar komen. Heel simpel. Het begint wat mij betreft op lokaal niveau. In je eigen wijk, in je eigen straat, in je eigen buurt. Je ziet ook dat op lokaal niveau, wanneer mensen elkaar kennen, dat ze elkaar makkelijker benaderen. Maar daar zit ook nog wel een risico in. Want ik kreeg even uit mijn eigen ervaring, ik kreeg vroeger, en ik denk dat veel mensen dat kunnen onderschrijven, vroeger kreeg ik te horen, wat spreek jij goed Nederlands? Alsof zeg maar heel veel andere mensen niet goed Nederlands spreken. Of ik kreeg te horen van, ja maar jij bent niet zo. En ik vind eigenlijk zo'n opmerking als jij bent niet zo, vind ik eigenlijk heel denigrerend. Want daarmee pak je iemand uit een groep, je doet alsof die niet tot die groep behoort en bestempelt de rest van de groep als eigenlijk heel slecht en iets als bezig met allerlei kwalijke dingen. En waarom laten we ons beeld van iemand met een migratieachtergrond afhangen van iets wat niet dicht bij ons staat, maar heel ver van ons afstaat? Bijvoorbeeld, dan geef ik een heel extreem voorbeeld van iets wat we op tv zien, namelijk iemand die zichzelf opblaast uit naam van de islam. In Parijs of in Brussel of waar dan ook. Waarom hebben we het niet over
de bakker om de hoek. Of over de moeder die haar kinderen elke dag naar school brengt, die we tegenkomen op het schoolplein. Daar zouden we ons beeld veel meer van moeten laten afhangen om, vervolgens antwoord te geven op je vraag, om die stap te kunnen maken naar elkaar toe. Gewoon meer contact met elkaar, durf elkaar aan te spreken en kom gewoon nader tot elkaar. Het is eigenlijk heel simpel, maar het lijkt zo ingewikkeld en ver van ons af te staan nu. Oké, maar want inderdaad, u noemt dus dichter bij elkaar komen. We vonden dat ook inderdaad een soort van clausule bij die definitie van integratie, dat het belangrijk is dat het van beide kanten komt. Hè? Dus ja, je hebt de ene kant. Dat is nou wat wij noemen wederzijds acceptatie. Hè? Van zolang. Kijk, ik krijg. Het zal vast misschien vandaag ook nog wel aan de orde komen. Van ik heb dan een dubbele nationaliteit. En daar zou vanzelfsprekend een dubbele loyaliteit bij horen. Dat is helemaal niks van waar. Ik ben volksvertegenwoordiger in Nederland. Ik zit in het Nederlands parlement. En ik probeer zo goed mogelijk om een deel van de Nederlandse bevolking in het parlement te laten horen. Nou, dat betekent dus dat er mensen zijn in het land die niet per se het idee moeten hoeven te hebben van een aantal andere mensen. En daar is nou precies ook de politiek voor bedoeld. Maar als ze dan iemand meteen gaat wegzetten als, ja, die zijn niet loyaal, die horen, of dat is de vijfde kolonne of dat soort zaken, ja, dan raakt het mij wel. Omdat je dan wordt weggezet als iemand die ergens zou zitten of een positie zou hebben in het belang van iemand anders. En dat is volgens mij het ergste wat je tegen iemand kan zeggen. Dat je iemand betwist op, zeg maar, motieven die je veronderstelt zonder dat te checken, zonder dat te controleren, zonder na te gaan of dat waar is. Maar even, want ik denk ook hier, ik denk dat dit inderdaad een heel complex debat is, waar natuurlijk veel vooroordelen zijn en dan zitten we overmorgen nog, denk ik. Ja. Nee, maar kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk zoeken naar oplossingen, toch? Je hebt ook een beetje verschillende belevingswegen en je wil allebei uiteindelijk ook een stukje dichter bij elkaar komen. Je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je dus misschien net iets verder integreren en ook acceptatie. Ik denk dat een heel belangrijk deel is van de oplossing. Dus ik wil heel kort even die twee dingen aanstippen. Eerst heel even nog over dat integratie en dan over de acceptatie. Dat eerste punt, u kent statistieken heel even misschien nog, u noemde ze net al even voor de. Want we hebben ook weer even gekeken naar de statistieken. En ik schrok natuurlijk toch al een heel klein beetje van inderdaad een van die statistieken uit SCP. Er zijn het al scheidslijnen op basis van achtergrond. Daar lazen we dat slechts 17% van de Nederlanders met een Turkse achtergrond en 15% van de Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond vaak contact heeft met autochtone Nederlanders. Ja. 15% en 17%. Dus om heel even te beginnen bij die integratie voordat we op acceptatie komen, dan zijn daar echt wel stappen te maken. Toch? Helemaal mee eens. En dat is nou precies hetgene wat wij denk ik ook met elkaar delen. Dat we die stappen met elkaar moeten gaan maken. Het punt is dat het beleid niet echt helpt. En dat zien we eigenlijk. Het is eigenlijk een hele geschiedenis van met name de kortstondige migratie. Hè? Als we gaan kijken naar de groepen mensen die hier in de jaren 60 en 70 zijn gekomen. Dan hebben we eigenlijk beleidsmatig tot 1980 helemaal niet bedacht van die mensen zijn, die zullen hier blijven. 1980 kwam de eerste minderhedennota. Van 1980 tot en met 2002 was het beleid erop gericht van ja, die mensen moeten hun eigen taal en cultuur behouden, want ze zullen op een gegeven moment zullen ze vertrekken uit Nederland. En in 2002 kregen we te maken met een hele andere politieke stroming die zei van ja, mensen moeten gaan integreren. En daar gaat het wat mij betreft fout, omdat onder de noemer van integratie er eigenlijk wordt gewerkt aan een soort stoppen van een groep mensen in een mal waarvan de politiek vindt dat ze daaraan moeten voldoen. Maar als er nog zo weinig contact is tussen die groepen, dan is er toch voor dan moet het toch van beide kanten komen. Maar dat ben ik met je eens. En daarom zeg ik dus ook, hey, integratie is ook niet een eenzijdig proces. Het komt van twee kanten. En het gaat uiteindelijk om wederzijdse acceptatie. En daarmee bedoelen we dat maar wederzijdse acceptatie suggereert acceptatie is natuurlijk iets actiefs, maar heeft ook iets passiefs in zich. Van het is zo en we accepteren het. Nee. Maar als je kijkt, toch? Hier gaat het ook weer om een definitiekwestie. Kijk, wat ik dus zeg, even weer vanuit mijn persoonlijke voorbeeld. Ik heb een Turkse achtergrond, ik ben een Nederlander. Deal with it. En dat zal niet veranderen. Ik ben onderdeel van deze samenleving en ik eis mijn burgerrechten op. Deal with it. Dat is het stukje acceptatie. En er zijn helaas nog te weinig mensen in Nederland, of een steeds groter wordende groep mensen in Nederland, die bijvoorbeeld vindt dat moslims niet in Nederland thuis horen, of dat de islam niet in Nederland thuis hoort. De islam is onderdeel van dit land. Nederland was ooit het grootste islamitische land van de wereld, toen Indonesië nog bij Nederland hoorde. Dat soort zaken vergeten we wel heel gauw. En dan hebben we het over
de Joods-christelijke traditie van Nederland, waarbij we eigenlijk suggereren dat een groep, dat een deel van die traditie die inherent is verbonden met Nederland, helemaal niet bij Nederland thuis hoort. Flauwekul. Dat zijn frames die we opgelegd krijgen van de politiek, die niet, geen recht doen aan de werkelijkheid van onze historie en van eigenlijk waar we naartoe gaan. Ik zie nu in de politiek dat er wordt gesproken over de veranderende demografie van Nederland. We zien het ook in een stad als Amsterdam. We zien het in een stad als Rotterdam. Met name wanneer je gaat kijken naar de groep mensen onder de 30 jaar. Nou, als we doorgaan met het paradigma zoals die op dit moment heerst, namelijk dat we nog steeds onderscheid gaan maken op basis van etnische groepen, dan zie ik het somber tegemoet. En dat is precies de inspanning die wij proberen te plegen in Nederland en in de politiek, namelijk dat die integratiediscussie eigenlijk geen passend paradigma is voor de groep mensen die hier is geboren en getogen. Het is niet alleen de opgave van die groep mensen, het is een gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat we arbeidsparticipatie bevorderen, dat we ervoor zorgen dat het taalniveau wordt verbeterd, dat we achterstanden wegwerken. En dan komt de sociaaldemocratie mij naar boven. Het is de emancipatie die we moeten gaan maken op dit moment. Ja. En daar hoort ook bij een stukje contact met elkaar. En dan kunnen we gaan kijken van waarom is het contact er niet? En tegelijkertijd moeten we ook kijken van hoe is het nou zo gekomen dat groepen mensen zo ver van elkaar verwijderd zijn geraakt. En daarbij is het wel zo dat we de schuld nooit mogen leggen bij de ene kant. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, maar ik ben het helemaal met u eens. Nee. Fijn. Nee, jij niet. Ik niet, want DENK heeft natuurlijk een heleboel inclusieve... DENK heeft natuurlijk veel inclusieve en verbindende ideeën in het partijprogramma staan. Maar als we kijken naar de manier waarop uw partij te werk gaat in de politiek, dan zien we dat u zegt dat mensen die het niet eens zijn met een veranderend Nederland maar beter op kunnen rotten. U zegt dat andere Kamerleden, hier ging het om halve zeilstrijd, quasi-fascistisch zijn. U vreemd kandidaten met een migratieachtergrond van andere partijen als lokaas, met stemmers van een migratieachtergrond. U vergelijkt Wilders zelfs met Hitler. Dus mijn vraag is, hier dragen DENK en u toch juist bij aan de polarisatie en het wij-zij-denken, toch niet aan verbinding? Oké, ik kan eigenlijk stuk voor stuk ingaan op al die punten, hè, maar laat ik beginnen met het volgende. Kijk, wat je ziet gebeuren in Nederland is het volgende. Sinds 2000 zie je eigenlijk dat er politieke stromingen zijn. Het begon eigenlijk met Fortuyn, hè, de multiculturele samenleving was... Dat was volgens me helemaal mislukt en daar mochten we het niet meer over hebben. We hadden vervolgens een Verdonk, we zien tegenwoordig een Wilders en een Baudet opstaan. En ik denk dan bij mezelf van, hey, is DENK nou eigenlijk een reactie op de polarisatie in de samenleving of de oorzaak van de polarisatie in de samenleving? Maar is het dan een oog om oog, tand om tand? Nee, dat zeg ik niet. En je pikt er nu een aantal onderwerpen uit en ik snap dat je dat doet, hè. Van, noem de eerste eens in de rij. Wat was de eerste die je noemde in de rij? De eerste ging hier over Ismail Ilgun, die bekend staat als de truitenvlogger. Ja, nou kijk, dat is het, hè? Dat is het. Ismail Ilgun interviewt mij. En hij vraagt van, nou, het gaat op een gegeven moment over, voelt hij zich Nederlander of voelt hij zich Turk? Ja. En ik zeg op een gegeven moment tegen hem van, jongen, je bent een Turkse Nederlander, je hoort hierbij. En iedereen die vindt dat jij niet hier hoort, die kan eigenlijk zelf best vertrekken. Maar waar naartoe? Nou, waar naartoe? Als je niet zeg maar, accepteert dat Nederland het land is waar grote groepen mensen ook met een andere achtergrond zich bevinden, ja, dan denk ik bij mezelf, maak het jezelf makkelijk. Maar vindt u het geen recht van iemand om dat te vinden als je het zelf mag. Ergens in Drenthe bijvoorbeeld? Nee, maar het mag. Maar als ik zeg maar, als groepen mensen in dit land te vaak naar hun hoofd geslingerd krijgen, en dat is precies denk ik hetgene waar een groep mensen ook aanstoot aan neemt. En dat snap ik volledig. Maar als ik 20 keer naar mijn hoofd geslingerd krijg, van rot maar op, ga maar weg, je hoort hier niet thuis, tot in kamerdebatten toe. Dan komt er bij mij ook een moment dat ik zeg van, hé, ga zelf lekker weg. Maar ik snap dat daar... Je pleurt zelf op. Ik snap dat die frustratie daar zit. Dat is dus niet na 1 keer of na 2 keer, na 3 keer. Hè. Ik ben een geduldig mens, ik kan goed luisteren, ik probeer eerst te beargumenteren, waarom niet. Maar op een gegeven moment houdt het ook op, hè, jongens. Als ik te vaak naar mijn hoofd geslingerd krijg, je hoort hier niet thuis, ga maar in Ankara volksvertegenwoordiger zijn, ga daar maar de politiek in, dan zeg je van, ga zo. Maar deze reactie, ga zelf weg. Ik snap dat daar frustratie zit, maar deze reactie daarop... Ik ben een mens, hè. Dat snap ik, maar als we net het over eens zijn dat zoiets van beide kanten moet komen. En de reactie op haatdragendheid, op is haatdragendheid, gaat het nooit lukken, toch? Nee, maar dat ben ik met je eens. Maar, dan is dat maar toch... wat ik dus zeg, en ik vind het dus goed dat jullie dit benadrukken en hier stil bij staan. Wat ik dus ook duidelijk aangeef is van, nou kijk jongens, bij mij kan je heel ver gaan. Je kan het me 1 keer vragen, je kan het me 2 keer vragen, je kan 3 keer tegen mij zeggen wat ik moet doen. Je kan heel lang doorgaan.
Maar ik ben ook een mens die op een gegeven moment ook zegt van jongens, nu is het afgelopen. Nu zeg ik even wat terug. En ik denk dat ook heel veel mensen in dit land zoiets hebben van, nou, ik accepteer niet meer dat dat soort haatdragende teksten naar mijn hoofd worden geroepen. En ik zeg op een gegeven moment wat terug. En dat is hetgene wat er gebeurt. Dan kan ik ook ingaan op alle andere onderwerpen als je wil. Laten we bijvoorbeeld het stukje pakken van de lokazen. Ja, dat vind ik wel heel interessant. Hè? Ja. Van, dat doen we eigenlijk niet meer vanaf 2017. Maar in de periode 2012, 2017, ten tijde van het kabinet Rutte 2, waren er helaas een aantal politici in de Kamer die in de buitenwereld een heel ander standpunt verkondigden dan hun stemgedrag in de Tweede Kamer. Je hebt dan de positie en de middelen, de mogelijkheden om er wat aan te doen. Je zegt in de ene arena iets anders dan in de andere arena. En wat mij betreft is dat een vorm van transparantie waarbij destijds, want ik zie het tegenwoordig niet meer gebeuren, de Kamerleden met een migratieachtergrond op dit moment zijn heel duidelijk over waar zij staan en wat hun standpunt is. Maar in die periode waren een aantal Kamerleden die in de Kamer iets heel anders zeiden dan in de buitenwereld. Maar waren dat alleen Kamerleden met een migratieachtergrond? Vaak wel, ja. Maar het gold ook voor bijvoorbeeld Kamerleden uit Groningen, die in Groningen een heel ander verhaal hielden over gas dan in de Tweede Kamer, en in de Tweede Kamer heel anders stemden. Dat klopt. Oké, goed. Dan zijn we nu toe aan de publieksvragen. Dus als er iemand in het publiek is die een vraag heeft aan meneer Kuzu, dan mag hij die hier stellen. Meisje met de bril, denk ik. Ik wil een vraag stellen over iets wat jullie zeiden in 2014, toen jullie uit de Tweede Kamer werden, of uit de PvdA werden geknikkerd, maar wel jullie zetel behielden in de Tweede Kamer. Jullie zeiden toen, wij houden onze zetel voor de mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen. En ik wil vragen, waarom voelden mensen zich toen niet vertegenwoordigd? En wat ik ook wil vragen is, voelen mensen zich meer vertegenwoordigd omdat jullie er zijn? Zou dat ook kunnen gelden voor mensen die bijvoorbeeld wel jullie een Turkse achtergrond delen met jullie, maar niet hetzelfde vinden voor wat betreft beleidsstandpunten? Ja, maar zeker. Kijk, het is niet zo dat wanneer je een Turkse achtergrond hebt, dat je dan per se verdenkt bent. Laten we daar gewoon heel simpel over zijn. Er zijn heel veel mensen die een Turkse achtergrond hebben en die niet op denk stemmen. En dat is mooi. Dat vind ik ook prima, hè, dat gebeurt. Want het is denk ik ook een stukje emancipatie dat iemand met een Turkse achtergrond ook VVD'er kan zijn. Het punt wat je maakt over, ik zeg jij, als jullie het allemaal niet erg vinden, dan zeg ik jij. Over het vertegenwoordigd zijn. Kijk, volgens mij is de politiek de arena waar verschillende standpunten, waar verschillende opinies en meningen bij elkaar komen. En we zagen met name in die periode dat heel veel mensen, en dat is, heb je daar objectieve cijfers voor? Nee, maar het was wel op basis van het gevoel wat we op dat moment hadden, dat we vonden, ja, deze stem, dit geluid moet actief zijn in de Tweede Kamer. En we hebben vervolgens ook gezien dat het een paar jaar later werd beloond met 3 kamerzetels. Dus die behoefte was er. En je had dan volgens mij nog een vraag, want ik heb 2 van de 3 vragen beantwoord. Ja. Ik weet niet meer of ik dat net zei, maar wat opvallend was, was toen in 2014 dat er eigenlijk meer Turkse Nederlanders in de Tweede Kamer waren dan dat er in de samenleving waren, procentueel gezien. Zeg maar. Hoe kan dat mensen zich zo ondervertegenwoordigd voelen? Het gaat wat mij betreft ook niet om per se de achtergrond van de Kamerleden, maar om de ideeën die ze hebben. Want er zijn in de Tweede Kamer heeft de SP op dit moment meer Turkse Nederlanders in de fractie zitten dan een DENK. Snap je? Dus het gaat niet per se om de achtergrond van de mensen, maar om de ideeën. En de ideeën die wij ventileren in de Tweede Kamer, daarvan zie je dat er te weinig animo voor was in die tijd. Maar ik denk nu dat we een wat evenredigere vertegenwoordiging te pakken hebben dan een paar jaar geleden, waar het gaat om de ideeën en de standpunten. Goed. Oké, een tweede publieksvraag. Ja, daar. Wilders en Baudet hebben het veel over de linkse media. Over dat de media objectiever moet worden. Bent u daarmee eens dat de media objectiever moet worden? Denkt u dat DENK daar ook de dupe van is? Van de subjectiviteit van de media? En waarom dan? Nou, ik vind altijd dat in eerste instantie iedereen een verantwoordelijkheid heeft. Dat is een individuele verantwoordelijkheid. Dat je niet per se consumeert wat je voorgeschoteld krijgt. Dat is vaak ook mijn oproep richting mensen die aan mij vragen van ja, wat vind je nou van de media? Kijk, het is zo dat heel veel journalisten,
naar eer en geweten hun werk doen. Maar ik zie ook wel een aantal mensen rondlopen op dit moment in het medialandschap die niet per se, ook werken vanuit een bepaald idee, vanuit een bepaald ideaal. Hè. Een Telegraaf is niet te vergelijken met een Volkskrant. Hè. Dus in die zin zie je dat iedereen eigenlijk, dat in Nederland er veel meer aandacht moet zijn voor kritisch consumptievermogen wanneer het gaat om media. Dat je zelf ook vragen stelt over de waarheidsgetrouwheid van een bepaald feit die je voorgeschoteld krijgt. Oké. En daarmee zeg ik dus niet hè, van media is bagger en slecht, allemaal bevooroordeeld zoals Baudet en Wilders doen. Nee, ik leg de verantwoordelijkheid liefst bij de consument, die daar wat kritischer tegenaan moet kijken. Goed. Ja, natuurlijk. Toch, om een voorbeeld te geven. Kijk, toen wij in 2014 uit de PvdA-fractie werden gezet, ging de discussie op dat moment over IS. En wij werden in de krant, hè, ik heb de stukken allemaal nog, werden we neergezet als halve terroristen, extremisten, radicalen. Zou de eerste moslimpartij in Nederland een feit zijn? Dat was de vraag die werd gesteld in de media. Nou, toen was het februari 2015. Wij hadden Denk gepresenteerd aan de buitenwereld. Het was geen islamitische partij. Veel journalisten hadden zoiets van, het is geen islamitische partij. Geruststelling. Toen was het zo van, oké, wat is het dan wel? Het is het zijn twee mensen met een Turkse achtergrond. Laten we het een Turkenpartij noemen. Je zag gewoon ook vaak in de krant terug, Turkenpartij. Nou, vervolgens kwam Farid Azarkan bij de partij. Die had geen Turkse achtergrond. Dat was een Marokkaanse Nederlander. Toch moslims, hè? Laten we het weer een moslimpartij noemen. Toen kwam Sylvana Simons erbij. Werd het een partij voor migranten. Ging Sylvana Simons weg. Was het weer de moslimpartij. Nou, dan zo zie je maar weer dat er constant de behoefte is om een politieke partij te duiden die eigenlijk heel moeilijk te duiden valt. En in die zin zeg ik van ja, wij zijn een politieke partij gestoeld op een paar idealen. En het is op dit moment zo dat heel veel mensen met een migratieachtergrond zich aangetrokken voelen tot Denk. En wij moeten, en misschien krijg ik daar straks ook vragen over de toekomst van Denk. Het is de uitdaging voor ons om ervoor te zorgen dat we onderwerpen verbreden, dat we onze doelgroep verbreden en dat we aansprekender worden voor een grotere groep mensen. Ja, daar gaan we het straks inderdaad nog over hebben. Maar ik wil graag eerst even terugkomen op dat punt van achtergrond, dat je dat net ook aanhaalde. Denk is natuurlijk een partij die voor een inclusief Nederland strijdt, waarbij de focus op achtergrond is inderdaad niet aanwezig is. Waar de focus is op iemands achtergrond, dat iedereen gelijkwaardig Even nuance daarbij. Wij focussen ons niet op achtergrond, maar het is wel zo dat mensen met een bepaalde achtergrond zich tot ons aangetrokken voelen, omdat ze dat idee herkennen. Ja, zeker. Maar tegelijkertijd zien we ook dat Kamerleden met een migratieachtergrond van andere partijen juist zeggen dat het juist Denk is die steeds op achtergrond focust. Zo hebben we Ustiel, dat is voormalig Kamerlid van GroenLinks, die zei, het is racistisch om Kamerleden met een migratieachtergrond zo op een achtergrond te pakken. Zelfs de PVV pakte mij in debatten niet op mijn achtergrond. Denk is de meest racistische partij van Nederland. En dan hebben we Jezielkes van de VVD, die zei dat het een probleem is van de hele samenleving en onze rechtsstaat als je Kamerleden vanwege een afkomst monddood probeert te maken. Dus aan de ene kant willen jullie dat de samenleving niet op achtergrond focust, maar waarom doe je het in de praktijk dan steeds wel? Ik moet het eerste filmpje of de eerste beelden waarbij we zien in Özdil of Dilan Yeşilgöz aanpakken op hun etnische achtergrond nog voorbij zien komen. Maar het gaat nu om u. Nee, maar jij haalt twee citaten aan van twee collega's. Ik verwonder me erover. Hè, van ik moet de eerste beelden moet ik nog voorbij zien komen waarbij we specifiek deze twee Kamerleden op een etnische achtergrond in de Tweede Kamer pakken. Hebben we niet gedaan. En daarom vind ik het dus ook heel makkelijk als zij deze troef gaan spelen en ons gaan betichten van dingen die gewoon niet waar zijn. Kijk, ik zeg het ook gewoon heel open en eerlijk. We hebben het wel destijds gedaan met Ahmed Marcouch. Maar niet met de twee Kamerleden hier. Maar waarom hebben we het wel gedaan met Ahmed Marcouch? Omdat hij in Amsterdam-West rondliep met een heel ander verhaal dan in de Tweede Kamer. En we vonden echt dat mensen daarvan op de hoogte moesten zijn. Maar deze twee... Maar u heeft toch een filmpje gemaakt over waarin u ziet Özdil als de hypocriet? Nee. Dat is niet gemaakt. Nou, kijk, en waar ging het over? Dat is dus wel interessant. Dat ging over de integratiediscussie. We hadden toen een algemeen overleg, een commissievergadering over integratie. En wat je zag gebeuren was dat GroenLinks, inclusief Özdil,
heel vaak tegen moties heeft gestemd over integratie, over het integratieparadigma van DENK. En op een gegeven moment kwam in februari 2019 volgens mij kwam er een artikel in de Volkskrant waarbij Zine Özdil 180 graden was gedraaid op een bepaald onderwerp. En dat ging over integratie. Maar is het toeval dat hij een migratieachtergrond heeft? Is dat toeval? Nou, hij was woordvoerder integratie van GroenLinks op dat moment. Ja, kan ik er wat aan doen dat hij woordvoerder integratie is? Als hij woordvoerder integratie is, dan pakken wij GroenLinks aan op een integratiestandpunt. Hij is GroenLinks-Kamerlid op dat moment. En dan gaat het niet, als daar een willekeurig ander Kamerlid had gezeten, hadden we hetzelfde gedaan, maar dan was het waarschijnlijk heel anders overgekomen. Maar u zegt dus dat het toeval is dat twee Kamerleden met een migratieachtergrond echt boos zijn en er klaar mee zijn dat zij op een achtergrond worden aangesproken. U zegt dat is totaal niet zo. Ik vind het heel makkelijk als ze dat doen. Okay. Ik vind het gewoon veel te makkelijk. Want nogmaals, Dilan Yüksekdag, daar zou ik dan ook een voorbeeld van willen zien. Maar Zine Özdil was woordvoerder integratie op dat moment. Als de huidige fractie woordvoerder van GroenLinks Niels van den Bergen dat gezegd zou hebben, dan zou exact hetzelfde gebeuren, maar waarschijnlijk zou het niet een artikel zijn in de krant op dat moment. Waarom vertelde u dan dat u het opvallend vond dat de VVD meneer Asmani naar voren schoof voor de asielportefeuille, iemand met een migratieachtergrond? Zei dat u dat opvallend vond? Dan moet je me even helpen, want heb ik dat gezegd? Dat heeft u gezegd. Vertel, wanneer heb ik dat gezegd? Dat was een artikel in de Volkskrant dat hier gewoon bij staat. Ik zou het echt even moeten nakijken. Dus ik ben het daar niet mee eens? Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Klinkt heel ongeloofwaardig. Ja, Ritiaans, excuses. Nee, maar waar het gaat om Asmani vond ik het opvallend dat hij echt een heel streng asielbeleid voorstaat. Dat kan toch? Dat kan. Dat is ook prima. Maar dan vind ik het ook opvallend als zeg maar je zelf een product bent van immigratie. Vind ik opvallend. Jij niet? Nou, niet per se. Ik zou het juist misschien zien als een integratie in de Nederlandse samenleving met een partijkoers, in ieder geval een politieke koers in het landschap hier. Maar ik vraag me af of het recht doet aan je eigen verleden en je eigen... Maar dan focust u toch op achtergrond? Nee, u bent letterlijk aan het... Zijn standpunten bent u in de context aan het zetten van zijn achtergrond. Je focust niet op achtergrond, je focust op het idee van de politieke partij. En dat is hier het asielbeleid van de VVD waar je op focust. En de woordvoerder is Malik Asmani. Ja, maar u linkt het aan zijn achtergrond. Als wij niet een Malik Asmani, maar iemand anders op dat woordvoerderschap hadden, dan was het waarschijnlijk heel anders overgekomen. Waarom maken we er zo'n spektakel van als het gaat op het moment dat het gaat over mensen met een migratieachtergrond? Nee, maar u begint daar toch over? U noemt het een exotische naam. Hij heeft gewoon een standpunt, draagt hij uit als woordvoerder van de VVD als partij. En u spreekt hem aan op basis van zijn integratieachtergrond. Klopt. Dan bent u toch als partij DENK daar aan op aan het focussen? Nou, kijk, nogmaals, hè, van ik snap het punt. Ja. En het is ook, wat wij heel duidelijk hebben gezegd, is ook dat we dat in die eerste periode heel nadrukkelijk hebben gedaan. Mm-hmm. En daarom begon ik ook met tot 2017 hebben we het gedaan. Na 2017 niet meer. En dan zijn er ook een aantal voorbeelden. Je noemt Asmani, je noemt een aantal andere Kamerleden die zich echt misschien terecht, zeg maar terecht geschoffeerd voelen. Met de wetenschap van nu hadden we dat misschien anders gedaan. Okay. Dat zeg ik, dat heb ik ook bij Paul heb ik dat een keer gezegd. Uh-huh. In die periode vonden we het noodzakelijk om te doen met de overwegingen die we toen hadden. Met de kennis van nu hadden we het misschien heel anders gedaan. Dat klopt. Maar met name die twee laatste voorbeelden die jullie noemen van de huidige Kamerleden, waarvan er één inmiddels een ex-Kamerlid is, kan ik me echt niet in vinden. Ik vind het gewoon heel makkelijk. Oké, okay, nou, laten we. Je hebt ook nog een voorbeeld van Ariep, maar nou, laten we dan niet. Dat is weer een ander verhaal. Ik heb gehoord wat u net hebt gezegd. Even door naar, voordat we de spanning iets gaan laten zakken misschien. Even door naar een andere minderheidsgroep in de Nederlandse samenleving, namelijk de LHBT-gemeenschap. Als we uw verkiezingsprogramma, het ligt hier ook op tafel, als we het doorlezen, dan komt het woord homo of lesbienne of LHBT komt eigenlijk nul keer voor, één keer in een rits van minderheden die geaccepteerd moeten worden. En als we bijvoorbeeld kijken naar VVD, verkiezingsprogramma of GroenLinks, dan zien we dat allemaal 13 keer, 8 keer. Dus we vroegen ons af, maar hoe tolerant is DENK als partij? Omdat het niet terugzien in je verkiezingsprogramma, naast inderdaad minderheden met een migratieachtergrond, tegenover bijvoorbeeld de LHBT-gemeenschap. Heel tolerant.
Als we zeggen, wij onderschrijven artikel 1 van onze grondwet, namelijk dat we geen onderscheid maken op basis van seksen, dan is daar toch voldoende mee gezegd. Wat er vervolgens gebeurt is dat er paarse donderdagen zijn, roze vrijdagen zijn, je bijna verplicht moet meedoen aan de Gay Pride in Amsterdam. Ja, daar ben ik allemaal niet van. Dat hoeft voor mij niet. Maar moet bijvoorbeeld voorlichting over homo-acceptatie, moet dat op middelbare scholen verplicht worden gesteld? Als je gaat kijken naar ons stemgedrag in de Tweede Kamer, dan hebben we inderdaad voor een motie gestemd over educatie over homoseksualiteit in het middelbaar onderwijs. Ja. Zeker. Oké. Okay. Nou, ik denk dat is natuurlijk heel ontzettend goed. En nog even één, voordat we hem afsluiten, één link naar. We hadden het net al even over je achterban, natuurlijk. Het is natuurlijk je kan in statistieken vinden dat 45% van de mensen die op Denk hebben gestemd, dus dit net al even aan, Turks-Nederlandse achtergrond hebben. En, in Amsterdam. Nou, dit, volgens mij is dit een onderzoek van heel Nederland. Ik dacht dat het Amsterdam was, maar goed. 47% en dan 37% voor Nederlands met een Marokkaanse achtergrond. We kunnen zo nog even. Dat is Amsterdam, ja. Nee, ik weet het weer. Dat is Amsterdam. Maar ik denk Oké, maar heel veel daar. Als we dus in. Laten we dan Amsterdam als voorbeeld pakken. Als we kijken naar de meningen van die groepen Nederlanders in Nederland over bijvoorbeeld de acceptatie van homoseksualiteit, dan zegt, als we even dus Nederlanders met de Marokkaanse en Turkse achtergrond pakken, dan zegt 28% slechts dat ze het helemaal eens zijn dat homo's met elkaar in het huwelijk kunnen treden. Dan is uw achterban is een stuk conservatiever op dit vlak dan u en uw verkiezingsprogramma. Dat kan. En ik denk dat ook een opgave is. Kijk, nogmaals even een nuance. Homoseksualiteit is toegestaan in Nederland. Het is de gelijkwaardigheid van man-vrouw. Mensen met verschillende religieuze achtergronden, ook seksuele geaardheid, geldt ook voor mensen die een homoseksuele geaardheid hebben. Geen misverstand daarover. Als ik dan vervolgens kijk naar de mate van acceptatie, dan zeg ik dat die acceptatie niet alleen een probleem is van mensen hier in Amsterdam. Je ziet dat het veel vaker voorkomt op het platteland. Dus dat betekent dat we beide facetten moeten gaan benoemen en dat we aan beide kanten wat moeten gaan doen. Op de Bible Belt is homo-acceptatie denk ik een groter probleem dan in Amsterdam. Durf ik te beweren. Ja, moeten we zeker wat aan dat doen. Dat zou kunnen, maar hoe kan het dan dat, want u zegt net, het staat in de grondwet, ik ben daar heel erg voor, maar één ding is zeker, in het verkiezingsprogramma focust u er minder op dan andere partijen, en uw achterban is het gewoon feitelijk, over het algemeen, niet eens met wat uw partij daarover vindt. Dus. Nee, kijk, als wij hebben in ons verkiezingsprogramma hebben we heel duidelijk staan dat we alle vormen van fobie tegengaan. En daar zie je ook exact het woordje homofobie, zie je daar ook in terugkomen. Exact. Misschien is dat de enige keer dat het wordt genoemd. Ja. Nou, en tegelijkertijd, de opvatting van een politieke partij is niet afhankelijk van hoe vaak een bepaald woordje voorkomt in het verkiezingsprogramma, lijkt me. Maar dan dat er toch zo'n conservatief deel van de bevolking op uw partij staat? Nou, ik denk dat ze aangesproken, als je als politieke partij een aantal punten naar voren laat komen, ben je daar herkenbaar op. En het is zo dat een PvdA of een GroenLinks of een D66 op het puntje homo-acceptatie veel herkenbaarder zijn dan wij. En dat kan ook een bewuste keuze zijn van een politieke partij die het wel doet en die het niet doet. Goed. Ja, Reinier had dit inderdaad al gezegd, maar we gaan iets luchtiger maken. We gaan iets doen dat we bij vrij veel fractievoorzitters die er al zijn geweest hebben gedaan. En dat zijn stellingen. Stellingen? Ja, dus we gaan u zo meteen 3 stellingen geven. En daar mag u ja of nee op antwoorden. U kunt er later uitleggen waarom u dan ja of nee. Ik voel hem al aankomen. Het zijn hele leuke stellingen, geloof ik. Dus we gaan eerst gewoon de 3 stellingen opnoemen en u kunt er ja of nee op zeggen en daarna gaan we daarop door. Dus de eerste stelling is, ecstasygebruik moet worden gelegaliseerd. Nee. Nee. Oké. De tweede is, klimaatverandering is het grootste probleem voor Nederland in de komende 5 jaar. Nee. Ook niet. En dan de derde, de verschillende middelbare schoolniveaus, dus VMBO, HAVO en VWO, moeten worden afgeschaft en worden vervangen door 1 breed schoolsysteem. Laat ik voor de verandering eens ja zeggen. Ja? Ik zal straks even uitleggen waarom. Gaan we even terug naar die eerste. Dat ging dus over ecstasygebruik. Daar zei u nee op. Ja. Waarom vindt u dat dan bijvoorbeeld wel voor wiet? Nee, let op. Bij wiet zeggen we van we zijn voor de legalisering van de teelt. Maar
een voorwaarde daarvoor is het ontmoedigen van het gebruik. Uiteraard. Maar dat is dus wel belangrijk wanneer we het hebben over de legalisering. Ja. Dan gaat het wat ons betreft altijd met een stevige aanpak waarbij gebruik wordt ontmoedigd. Dus waarom legaliseert u ecstasy dan niet en ontmoedigt u beleid tegelijkertijd? Nee, maar dat is het. Nou, maar dat is omdat ik het ook verschillende categorieën vind. We hebben destijds met wiet en met softdrugs hebben we, denk ik als Nederland, hebben we het laten lopen waar het gaat om het gedoogbeleid, waardoor het geaccepteerd is. En ik denk niet dat we dat moeten gaan doen met ecstasy of met lachgas of wat dan ook. We moeten niet toestaan dat we een nieuw gedoogbeleid organiseren voor allerlei soorten nieuwe vormen van drugs. Maar ecstasy staat wel bekend als een drug die veel minder gevaarlijk is dan cannabis. Dat kan. Waar het gaat om de gezondheidsrisico's, dan kan het allemaal zo zijn. Maar ik vind wel dat we, wanneer het gaat over drugs, dat we niet een nieuwe vorm gaan legaliseren of gedogen zoals we dat in het verleden hebben gedaan met andere vormen van softdrugs. Ja, maar tegelijkertijd zien we toch dat Nederland een van de grootste producenten is van ecstasy in Nederland. Vreselijk. Ondanks dat het dus moeten we niet doen. Niet legaal is. Moeten we ook niet trots op zijn. Nee, dus hoe gaan we dat dan tegen? Nou, door er gewoon veel meer energie en aandacht op te zetten. Door er veel meer capaciteit op te zetten. Hè, van als je op dit moment gaat kijken in een stad als Amsterdam en wat er gebeurt op dit moment in de onderwereld, dan is dat, ja, daar zijn ook verschillende rapporten en verschillende adviezen over geweest in de afgelopen tijd, dan hebben we dat gewoon veel te veel op de loop gelaten. Dus strenger handhaven. Strenger handhaven, en daar moeten we echt veel actiever op zijn dan op dit moment het geval is. Dus ook meer en meer politie inzet. Zeker. Veel, ja, en een politie inzet betekent niet per se, het gaat ook over een stukje recherche en inlichting in dit geval. Oké. De tweede stelling, dus klimaatverandering is het grootste probleem voor Nederland in de komende 5 jaar. Waarom heb ik daar nee op gezegd? Omdat het één van de grootste uitdagingen is. Ik denk niet de enige uitdaging. Ik denk dat inderdaad de discussie waar we het net over hadden, integratie en identiteit ook een belangrijk onderwerp is voor de komende tijd. Ik denk dat ook een belangrijk onderwerp zal blijven. Hoe gaan we het onderwijs verder helpen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de kansenongelijkheid in het onderwijs tegengaan? Ik denk dat dat ook belangrijke uitdagingen zullen zijn voor de komende 5 jaar. Maar het heeft dus geen prioriteit voor u? Nou, niet per se. Dus de stelling was of dat het belangrijkste onderwerp was. Ik zeg niet het allerbelangrijkste. Er zijn meerdere belangrijke onderwerpen die we tegelijkertijd wat ons betreft moeten oppakken. En één daarvan is zeker de klimaatuitdaging. Oké, dan de de laatste stelling. Ja, want dat is wel grappig ook dat u er even over moest nadenken. Want de stelling was, de verschillende middelbare scholen moeten die verschillende schoolniveaus op de middelbare school samenvoegen tot één brede school. Want we lazen even in uw verkiezingsprogramma, u bent brede scholen, brede cultuur, brede brugklassen, uitstellen van bepaalde onomkeerbare momenten dat je scheidingen maakt. Exact. Maar we lazen niet echt concreet van wat moet het nou ja, maar worden. Dat is het. We maken in Nederland de selectie waar het gaat om een richting maken we veel te vroeg. Op 12-jarige leeftijd doen we dat al, naar groep 8. Die vroegselectie, het zou goed zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Dat zie je ook uit verschillende onderzoeken zie je dat terugkomen. Dat ze een langere tijd bij elkaar zitten, verschillende niveaus. En die selectie kan je wat ons betreft ook later maken. En ik ga nu even niet een exact jaartal noemen. Maar dat kan later dan 12-jarige leeftijd. Maar dus in de praktijk gaan we dan de scholen zien die ergens in de, dus geen jaartal, maar dus tot en met de derde, vierde klas allemaal, dus eigenlijk schoolsysteem omgooien eigenlijk. Zeker. En je ziet ook dat kinderen met een lager intellect zich dan ook kunnen optrekken aan kinderen met een hoger intellect. Ja. Oké, het laatste onderdeel van het interview vandaag gaat over media. En uw relatie met de Nederlandse media is niet altijd heel positief naar buiten gekomen. U vertelde net al iets over dat Denk dus in de schijnwerper staat. Vindt u dat uw partij eigenlijk anders wordt behandeld dan andere partijen door de media? Ik denk dat onze partij als nieuwe partij, het is eigenlijk ook wel de regel in Den Haag, nieuwe politieke partijen worden met argwaan benaderd. Waarom? En dat snap ik ook wel, omdat het een nieuwe politieke partij is, omdat journalisten ook van alles willen weten, van de hoed en de rand. En dat is een volkomen normaal proces. Dat zie je nu ook gebeuren met andere politieke partijen. Wij hebben gelukkig door die zure appel heen gebeten. Ja, maar tegelijkertijd heeft dus ook een video op YouTube geüpload waarin hij niet alleen de Telegraaf, maar ook NRC noemt als een onbetrouwbaar medium. Onbetrouwbaar medium. En ook met de Volkskrant ging u na de affaire met Sylvana Simons een hele tijd niet meer in zee. Het is trouwens, dat NRC ging over een specifiek artikel en dat ging over mijn collega Öztürk. En we hebben die zaak ook bij de Raad voor de Journalistiek gevonden.
Ja. En dat was helaas was dat een onderzoeksjournalist die met een bepaalde vooringenomenheid, ook afkomstig uit Limburg, hè, dan komt die afkomst weer, afkomstig uit Limburg, ja, blijkbaar de collega wilde dwarszitten. Maar, want ik heb inderdaad die zaak ook gevolgd en is uiteindelijk door jullie gewonnen. En dus ik denk dat het ook heel goed is dat jullie er ook, de Partij Denk daar ook op een kritische manier tegenover staat. Ik vroeg me alleen wel af, er zijn ook een aantal keer wat achtergrondartikelen over jullie geschreven. En dan staat er ook vaak bij, hè, we hebben gevraagd, Denk gevraagd om een reactie. Maar die wilde de partij niet geven. Dan zowel bij de Volkskrant niet, als bij de NRC niet. En die regel die dat noemde, dat snap ik. Ik snap ook dat het goed is dat u daar kritisch tegenover staat. Maar het is natuurlijk ook ontzettend belangrijk dat je kritische, onafhankelijke media hebt in een land. Ik denk dat u dat vindt, dat wij dat ook vinden. Maar op het moment dat u bijvoorbeeld een hele tijd lang niet met de Volkskrant praat, als u kritisch staat tegen zoveel media, dan vroeg ik me wel af, zeg maar, wie blijven er dan nog over, zeg maar? Nou kijk, als ze zo belangrijk zijn. Inmiddels hebben we met eigenlijk pak een beet 95% van de parlementaire journalisten, hebben we wel prima contact hoor. Dus kijk, het is met name in de beginperiode, zoals ik net al vertelde, als je constant een aantal vragen krijgt waar je al antwoord op hebt gegeven, dat je op een gegeven moment zegt van ja, kijk, ik vind het ook gewoon vervelend als elke keer wanneer ik door journalisten word gebeld om aan een actualiteitsprogramma deel te nemen, gaat het of over Turkije of over de islam. En van, we zijn veel breder dan dat. Veel breder dan dat. Dus ik weiger om mee te werken aan interviews die gaan over Turkije. Daar werk ik gewoon niet aan mee. Doe ik niet aan. Met de Volkskrant ging het vervolgens over wij zouden het heel fijn vinden, hebben we toen gezegd, als we een keertje een interview zouden kunnen doen die niet gaat over Turkije. En toen zeiden ze van, ja, dat bepalen we zelf. Dan bepaal ik ook zelf of ik eraan meedoe of niet, dan doe ik er niet aan mee. Zo ging dat. Oké, maar bijvoorbeeld ook, ik denk dat daar kan ik inkomen. Alleen bijvoorbeeld ook bij de achtergrondartikel van de NRC over, hè, dat is ook een tijdje geleden al, maar ging over dat jullie toen trollen gebruikten op sociale media. Dat is volgens mij een artikel met veel feiten, veel bewijs. Ja. En ik zou dan wel denken, ik snap dus ook dat die frustratie daar zit, maar ik zou wel denken, op het moment dat daar een goed achtergrondartikel komt en jullie met je eigen verhaal willen komen, grijp dan die kans om je eigen verhaal ook te vertellen. We hebben volgens mij ook schriftelijk gereageerd op een aantal punten van de NRC. Hebben we ook schriftelijk op gereageerd en onze schriftelijke reactie is ook wel meegenomen in het artikel, hoor. Nou, zowel bij NRC als bij Volkskrant staat er onder een disclaimer dat Denker niet op wil reageren. Ja, dus we hebben schriftelijk, ik weet 99% zeker dat we er schriftelijk op hebben gereageerd. Bij beide artikelen? Nou, in ieder geval NRC was het hoofdartikel. Ik weet niet hoe dat met de Volkskrant is gegaan. Waarom wilde u het gewoon op die kant? Maar weet u dat heel zeker? Want we kunnen het zo. Ja, we kunnen het. Dat wordt een beetje checken achteraf. Precies, maar ik kan me wel vrij duidelijk herinneren dat u daar. Maar u zou dus nu zeggen, als in hindsight. Nogmaals, hè, als er op dit moment dit soort dingen zouden gebeuren, dan zouden we denk ik veel makkelijker reageren dan in die tijd. Omdat we in die tijd van te veel kanten het gevoel hadden van we worden belaagd. Dat was inderdaad het geval in die tijd. Dat je van alle kanten wordt belaagd en dat je dan bij jezelf denkt van ja. Wat levert het mij op als ik daar op ga reageren? Ja, maar is dat is wel ook een versterkend effect, toch? Zeg maar, in de zin van op het moment dat media, die natuurlijk een hele belangrijke rol hebben in een gezonde democratie, op het moment dat je daar heel erg, eigenlijk net als wat Baudet natuurlijk af en toe doet, is daar heel kritisch tegen ingaan. Zeg maar, kritiek is natuurlijk goed, maar op het moment dat je daar helemaal van afbeweegt, dan ben je wel op een gevaarlijk pad in het lopen. En daarom, hè, van nu hebben we het ook weer over een aantal jaar geleden en inmiddels zijn die relaties ook weer gewoon goed en werken we gewoon volop mee aan allerlei zaken die van ons gevraagd worden. Maar u zou dat dus ook niet opnieuw doen, nou, die reactie? Maar met de afwegingen van dat moment hebben we destijds die keuze gemaakt. En als er nu weer een afweging gemaakt moet worden, dan zou het best kunnen zijn dat we weer besluiten om niet te reageren op een artikel. Dat kan, maar ik denk dat we inmiddels ook een aantal jaar verder zijn. We zijn 5 jaar verder. Dat betekent dat er op dit moment best een andere afweging gemaakt zou kunnen worden, waarbij we ons wat opener opstellen. Oké. U zei net al, we zijn een aantal jaar verder. Ja. En er zijn ook natuurlijk, we gaan het interview bijna afsluiten, ook een aantal jaar die nog gaan komen. Wat gaat Denk de komende jaren bereiken, hoopt u? Wat zijn de belangrijkste punten? Verbreden. Verbreden van de onderwerpen waar we herkenbaar op zijn. Ik vind het best knap dat we het voor elkaar hebben gekregen om binnen een afzienbare tijd het voor elkaar te krijgen dat we herkenbaar zijn op een aantal onderwerpen.
Nou, wanneer we dat hebben verbreed, dan zie ik dat als winst, als vooruitgang. En als we onze doelgroep wat weten te verbreden, zou ik dat ook mooi vinden. Verder is het een ambitie van DENK om wat actiever te zijn in meerdere gemeenten. Dus we zijn op dit moment vertegenwoordigd in 13 gemeenteraden. En het is de ambitie om dat in 2022 naar 30 te brengen. En in die zin valt er nog heel veel te doen. Oké. Voordat we af gaan sluiten, even een kleine blik naar de toekomst ook nog bij Room for Discussion. Over, niet volgende week, maar de week daarna hebben we een interview met Evan Davis, een journalist van de BBC. Dus hou dat ook in de gaten. Maar en voor nu, hartelijk bedankt dat u er wilde zijn. En een groot applaus voor meneer Kuzu.